Welkom bij een nieuwe YouTube-video. Ik ben Pam Harry en vandaag is mijn allereerste Nederlandstalige video. Dus welkom bij deze première. Ik wilde deze video in het Nederlands gaan doen omdat ik vandaag naar een concert van Guus Meeuwis ga. En buiten Nederland kennen mensen Guus Meeuwis eigenlijk niet. Ik maak anders eigenlijk altijd Engelstalige video's en heel af en toe ook Duitsstalig. Maar vandaag dus een keer in Nederlands. Ik verheug me echt heel erg op het concert. En ik ben echt super aan fangirlen de laatste dagen over Guus. Ik heb hem al één keer gezien deze zomer bij Festival in het Volkspark in Enschede. Daar trad hij op. En daar stond ik natuurlijk ook heel ver vooraan. Ik zit vandaag trouwens ook in de derde rij. Dus ook best wel ver vooraan. En ik ben echt fucking excited. Ik kom net ook trouwens van het werk. Dus ik heb mij vanmorgen al helemaal ready gemaakt. Dus mijn haar zit nog redelijk. En ik moet nog even mijn make-up refreshen, want dat zit er dus ook al de hele dag op. En ik moet zo ook nog even omkleden. Dus ik heb lekker hier op deze parkdek een hoekje uitgezocht om te parkeren waar niemand staat. Dus dan kan ik me even rustig omkleden. En ja, en dan ga ik zo naar binnen. Het regende net nog heel hard, maar dat is nu gelukkig gestopt. Trouwens, als jullie van concerten houden en van vlogs, dan abonneer je in ieder geval op mijn YouTube-channel. Want ik maak best wel vaak... ja, concert vlog, zeg maar. Meestal in het Engels, gewoon af en toe in Duits. Alsnog, graag abonneren. En daarnaast maak ik ook trouwens nog video's waar ik zelf zing of waar ik tatoeëer. En dan wil ik nu ook helemaal niet meer lang praten, want ik heb er al wat langer over gedaan dan ik dacht. Dus ik ga mij even ready maken en dan zie ik jullie zo weer. Het is gelukt. En ik ben klaar. Ik heb fucking koud, maar ik heb geen zin in je extra jas mee te nemen. Oh mijn god, mensen, net super grappig. Ik was net heel even bij het theater om te kijken of ze al geopend hadden. En of ik daar misschien niet zou kunnen eten. En er stonden twee vrouwen voor het theater. En ik vroeg van, heeft het theater nog helemaal niet geopend? En hun waren blijkbaar Duits. En ik ben ook Duits. Dus het was super grappig. En ik dacht van, ik zo, gaan jullie naar het concert? En toen zei ze van, ja, tuurlijk. En ik dacht van... Ik was zo verbaasd dat hij zeg maar Duitse fans heeft die echt van ook heel ver weg kwamen. En ik zei van, oh, ik vind het wel leuk dat ik zeg maar niet de enige Duitse ben, terwijl ik niet echt half Duits ben zeg maar. Nee, super grappig. Ik heb nog steeds niks te eten gevonden en ik denk dat ik nu nog maar even terugloop naar het theater, want die gaat in 6 minuten open. Dus ik denk dat ik daar dan maar ergens iets ga eten of drinken of zo. Ik was ook heel slim om gewoon zelf niks mee te nemen. Of ja, ik heb wel wat meegenomen, maar daar heb ik al op. En ik ben echt vergeten wat Zwolle voor een mooie stad is. Ik bedoel, het is nu allemaal dicht. Maar het is gewoon echt super mooi hier. Dus ja. Café, we hadden een buurthuis, we hadden een voetbalclub, Eli, we hadden een
tennisclub, de TV De Raam. En we hadden natuurlijk een hele grote brouwerij in ons dorp, die heette Bavaria. Ah. Ja, ja, ja. En, dames en heren, wij hadden een harmonie sinds het ziekenhuis. En als je in Lieshout in die tijd muziek wilde maken, dan was er geen toffe gitaarleraar waar je terecht kon om de hipste en stoerste dingen te leren. Dan kwam je automatisch terecht bij Harmonie Sint Cecilia. En ik wilde dat natuurlijk graag. Ik ben er ook terecht gekomen op mijn 9e. En ik wilde heel graag trompet spelen, maar zo werkt het niet in een dorp. En alleen normaal bij Harmonie Sint Cecilia. Je krijgt namelijk was het nodig. Nodig in het orkest een tuba. En dat kwam omdat ik 3 weken ervoor degene die tuba speelde was ontvallen. En zo gaat het dan door. En dan was ik twee maanden geleden was ik er weer terug, sinds lange tijd. En er was eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel veranderd. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer ontzettend mooi, want je voelt je gelijk thuis. Maar het was ook een inspiratie voor een nieuw liedje. En dat liedje wil ik jullie graag niet onthouden. En dat begint, jawel, op mijn mobiele telefoon. We slapen er geluk vandaan. En jij en ik. En jij. Is dat naast me, zonder naast me, kan me troosten zonder schaam. Van de liefde, voor mij was er geen vrouw.
dat ik jou was. En ik hield het zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. En dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet. Het is voorbij en jongens, ik kan echt niet meer. Het was echt super gaaf. Het is super freezing koud. Ja, nu vind ik het een beetje jammer dat ik geen jas meegenomen heb. Wat ik super schattig vond was dat bij toen die proosten zong, waar ik super blij mee was, omdat het natuurlijk een van mijn lievelingsliedjes is. Daar was ik dus al heel blij mee. En ik had zo'n heel... Sorry, ik zit echt heel erg te shaken. Wat ik wil zeggen is dat ik een heel schattige oma naast mij had. Dus een heel oud dametje. En die pakte dus bij proosten gewoon mijn hand. Echt tot het einde. Echt super schattig. En ik wilde eigenlijk filmen en zo. Maar dat ging helemaal niet, omdat ik helemaal geen hand vrij had. Ja, maar dat was echt super schattig. Oh mijn god, jongens. Ik zag hem daarnet lopen. Ik weet niet of waar die naar buiten komt nu. I'm getting really nervous right now. Hi. 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 Oh my god, oké. Okay. Nou, dat waren de anderen van de crew, van de band. Hi. Komt Guso hier ook naar buiten voor een foto misschien? Die is al weg? Ja. Oh. Serieus, hij is al naar huis. Oh, oké. Okay. Ik heb hem gemist. Echt waar? Ja, sorry. Ja, echt. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dankjewel. Okay. Fijne avond. Dank je. Hey. Komt Guso nog naar buiten? Oh, oké. Okay. Ja. Dankjewel, fijne avond. Ik zit echt te janken. Kijk hoe je eruit ziet. Mijn haar is helemaal nat. Ik heb het fucking koud. Omdat ik net volgens mij wel na een half uur buiten gewacht heb in de regen om een foto te kunnen maken met Guus. Maar Guus was blijkbaar al weg. En de enige oplossing hiervoor is dan toch wel om naar nog een concert te gaan. Ik heb al kaartjes gekocht nu nog voor Enschede op 1 december. Ik voel mijn handen gewoon echt niet meer. Ik kan gewoon echt niet meer typen. Mooie foto. Oh, 51 is hij al. Ik zat al te denken van hoe oud is die? Ik dacht van hij is al geen 50. En toen zei hij tijdens het concert van
Toen zat hij te praten over tijd voordat hij 50 was. En vanaf die 50 was ik dacht van, oh oké, okay, nou blijkbaar is hij al 50. In ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken dat jullie mijn vlog gekeken hebben. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En vergeet niet te abonneren. Misschien dat ik nog wel vaker video's doe in Nederlands. Want ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk. Heel erg bedankt. En ik hoop dat ik jullie misschien al op 1 december bij een nieuwe video zie van Guus. En hopelijk misschien dat ik dan een foto krijg met hem. Maar ja, ik weet het niet. We zien het wel. En ja, nou ja, heel erg bedankt. En ik wens jullie nog een fijne dag of avond of nacht. En tot de volgende keer.